Zondag is er een klassico, maar dit is zonder meer een topper. Waar we heel veel van mogen verwachten. Maas tegen Luzon. Het duel van de zeer actieve coaching. En de clash van de topschutters. Een ongelijke strijd wordt dat. Want Harbawi begint op de bank. En Batshuayi in de punt van de standaard aanval. We kijken naar de kaarten. Koppa probeert vandaag voor de zesde keer op rij de nul te houden. Onur Kaya speelt rechts en het wordt stilaan duidelijk dat hij een vaste man wordt in de elf van Lokeren. Net zoals Junior Dutra. Bij Standaar lijkt Dino Arslanagic jong en Belgisch Kanu naar de bank gespeeld te hebben. De Saar speelt wel, Buijens niet vandaag, tenzij straks. Bia is eindelijk topfit en hij speelt rechts op het middenveld. De scheidsrechter is Sebastian Del Ferriere. Succes. Lokeren heeft het niet makkelijk om van de eigen helft af te voetballen, want Standaar speelt het fel vanaf seconde 1. Hoog druk. Hoekschop nu voor de Roesjes en de goal. De goal van Dino Arslanagic. Standaar open te scoren en dus geen 6 op een rij zonder tegendoelpunt voor Barry Koppa. We zitten in minuut 9. Zware druk. En dit de eerste kans. Kopbal van Dino Arslanagic, waar Koppa alleen maar kan naar slaan. Bal die ook nog wegketst bij Koen Persoons. En dan wordt het 0-1. De Pauw. Van Aken. Overmeijeren met de teen, maar daar is Van Keur. Moet allemaal heel zuiver. Van Keur probeert Koppa te verrassen. Zo moeilijk is het dus voor Lokeren nog altijd om van die eigen helft weg te voetballen. Weer een hoekschop met de Saar. Een paar jaar achteruit. Of met het schot. En dan Simon naast. Het was Mujangi Bia die bal klaarlegde voor Daniel Opare. Hier. En dan is de rebound voor Simon. Eigenlijk moest hij erin. Te wild. Bia. En dan Overmeijeren. Nu Van Aken. En nu Kaya. Komt Lokeren aan de oppervlakte. Onur Kaya, goede bal op Dutra die zich meteen naar het doel wil draaien. Persoon zich geeft aan, laat maar komen. Eerste goede knal op het doel van Kawashima. Ook niet binnen het kader, maar de ballen komen lager en beter. Batshuayi. Legt hem bij Van Damme. Die zoekt Persoons op. En dan een Poku. Polo Poku, bal tegen Odoya. Van Aken, de Saar. De Saar, Bia. Bia met de trap, nee met de kap. En dan de trap met links. 35 minuten gespeeld. Goed van Julien de Saar. En dan Bia. Die met een beweging Odoya uitschakelt en dan naast schiet. Vrij trap Lokeren met Niel de Pauw. Met de handen voor de edele delen. Batshuayi. Daar is Kawashima. Moet voor het eerst echt aan de bak. De voorzet dan van Van Aken. Te laag en onzuiver. Bijna Dutra. Die fout van Van Damme op Van Aken. Die toch nog bij de bal komt, zei het, met wat geluk. En door een halve misser van Simon. Bal voorlangs van Junior Dutra. Het zal het laatste geweest zijn in de eerste helft. Standaar gaat de kleedkamer in met een 0-1 voorsprong. Opare. En Bia. De Saar. Ezekiel, tweede kans. Hier is Batshuayi. Het wordt gladder. We zitten in de buurt van het vriespunt. Wie krijgt die bal? Van Damme. En dan een Poku en Van Damme. En een vrije trap voor Standaard. Stevige overtreding van Koen Persoons. Minuut 58. Mooi beeldje van Polo en Poku. En daar is een trap. Via de muur wordt het een hoekschop.
De Saar kort op Batshuayi. En het schot van Batshuayi naar de korte hoek. En daar gepakt door Barikoppa. Daar komt Hamdi Harbawi. Het duel in de wedstrijd kan beginnen. Moest dat al enig belang hebben. Harbawi, Batshuayi. 14 goals gemaakt, 15 goals gemaakt. Kaya gaat eraf. Bodoy. Harbawi. Snel spel met de persoons. Van Aken, Neil de Pauw, Kawashima. Het eerste schot op doel. Tussen de palen van Lokeren. Kan een nieuwe start in de wedstrijd worden. Snel tikken met Harbawi. Van Aken die hem uitstekend klaar ligt. En dan de save van Kawashima. Op het schot van Neil de Pauw. Met de vingers. Hier is de corner. Daar is Harbawi. Bal op het dak van het doel. Daar komt Venijn in. Batshuayi krijgt geel. Reageerde op iets uit het publiek. Wordt gewisseld. In zijn plaats komt De Camargo. Hetzelfde wissel als vorige zaterdag. Daar zit de topschutter van Standaar. Nu staat die van Lokeren op het veld. En hier is de vrije trap van Mpoku. Verrast bijna Koppa. Die oriënteerde zich naar links, maar moest dan snel naar rechts. Scholz. Van Aken. Nu de Pauw. En die houdt hem laag. En het schot van Patosi. En dan stond daar ook nog Koen Persoons. Zoals hij daar straks ook stond op die kopbal van Naslanagic. Toen pech. Omdat hij hem raakte. Nu onvoldoende geluk. Omdat hij hem niet goed genoeg raakt. Overmeijden. Kalitsios. Neil de Pauw. Overmeijden. En die gaat schieten. Bal draaide net niet voldoende om binnen het kader te komen. De spanning neemt toe. Vakker en een Poku in de laatste seconde van deze Lokeren Standaar. Waarin Standaar allicht voor de 16e keer in 37 wedstrijden, alle competities opgeteld, de nul houdt. En zo kom je ook aan 13 wedstrijden op rij zonder nederlaag. Afgelopen, zegt Sebastian Delferriere. En het was niet zo'n goede wedstrijd dan de heenmatch. Maar het betekent wel iets als je de rangschikking zo meteen gaat bekijken. Yes!